Maurice, ik wil even kort de week met je doornemen. Er was natuurlijk veel het nieuws, veel gedoe met tussen jou en Pierre van Hooijdonk. Daar is gisteren een verklaring over uitgegaan. Wil je daar nog iets over zeggen? Nee, ik denk dat de verklaring duidelijk was. We hebben uitgebreid overleg gevoerd de afgelopen dagen met Ajax, met mijn zaakwaarnemer Roger en met onze advocaat. En we houden het bij deze verklaring. Ja. Fijn dat het achter de rug is dat je weer op voetbal kan richten. Zeker. En dat is onder andere de wedstrijd van aanstaande zaterdag tegen Excelsior. Vanwege de blessure van Roelie moet Stijn voor Jay Gorter of Diandra Mai kiezen. Die keuze is gemaakt. Ja, daar zijn we uit. Ja. Dat wordt Jay. Dat wordt Jay. Ja. En betekent dat ook dat hij tot aan de winterstop dan eerste keeper wordt? Nee, wij hebben daar heel goed naar gekeken deze week met z'n allen. En we hebben in Diandra en Jay twee hele talentvolle jonge keepers. En die niet veel voor elkaar onder doen. Nou, dan heb ik eigenlijk gekozen voor Jay, omdat hij ook al langer bij de groep zit. Ook wat meer onze stijl van spelen beheerst. De taal goed spreekt. De jongens in de achterhoede goed kent. Dus dat zijn eigenlijk hele kleine dingen die in zijn voordeel zijn gevallen. Maar ik bekijk het. Het is zo dicht bij elkaar. Dus ik ga dat niet per dag bekijken. Maar het wil niet zo zeggen dat het over 3 weken of over 3 maanden nog steeds zo is. Dat zullen ze elke keer. Ze zullen met elkaar moeten battelen wat dat betreft. Ja, het zijn wel allebei keepers die moeten spelen. Eens. Dus dat is wel de moeilijkheid. Ja, zeker. Maar ik ga niet ombeurten, want ik ga er geen kippenhok van maken. Ik kies gewoon op dit moment voor Jay. Na uitvoerig overleg ook met de rest van de technische staf. En ook Anton heeft daar natuurlijk een belangrijke stem in. En dit is mijn beslissing. Een paar dagen later in de week Touba Akpom aangetrokken. Ja. Waarom wilde je hem er graag bij hebben? Ja, ik wilde sowieso nog een spits erbij hebben. Wij hebben natuurlijk in Brian een uitstekende nummer 9. Maar je kunt als Ajax zijnde niet met één spits de competitie in. Dus wij wilden nog een andere spits erbij. Ook een ander type spits. Dus in dat opzicht mogen ook zij met elkaar gaan battelen om te kijken wie de nummer 9 van Ajax wordt. Nou, dat is nog geen keuze voor zaterdag. Hij is nog niet speelgerechtigd. Nee. Is dat een domper voor je? Nou, dit wist ik al aan het begin van de week dat het een race tegen de klok zou worden. En het is wat het is. Ik bedoel, we hebben nog ook mogelijkheden in het elftal waar we mee kunnen schuiven. Maar hij komt eraan, dat is het belangrijkste. Ja. En is dat voor volgende week, voor de Europese wedstrijd? Ja, dat hopen we. Dat zal nog niet een uitgemaakte zaak zijn, maar dat hopen we wel. Ja. Dat hij in ieder geval mee kan, ja. Dan is nog Anton Gaye aangetrokken, ja. Donderdagavond. Ja. Wat is hij voor speler? Anton is een zeer offensieve rechtsback die ook verdedigend zijn mannetje staat. Jonge jongen, talentvolle jongen. En die, daar hebben wij heel veel verwachtingen van. En is ook echt een atleet. Dat zie je ook al goed en sterk gebouwd. Dus die heeft wel heel veel voorwaarden om een uitstekende rechtsback van Ajax te zijn. Dan was er ook nog Europees voetbal natuurlijk, Ludogorets tegen Astana. Ludogorets, ja. Gaat het worden? Ik ga vanmiddag die hele wedstrijd terugkijken. Onze mensen hebben ook al hele stukken gekeken. Dus we hebben in ieder geval genoeg informatie voor de wedstrijd. En we hebben wat we wel. Het is een trip die in ieder geval minder lang en minder zwaar is als dat we naar Kazachstan hadden gemoeten. Dus dat is een voordeel. Ja, daar ben je bijna. Kan je al iets zeggen over wat je indruk is van Ludogorets? Wat ik heb gezien is dat het wel een goede ploeg is. Veel snelheid, veel individuele kwaliteit voorin. Scoren 5 doelpunten gisteren en echt mooie doelpunten, goede doelpunten. Dus dat is een pittige tegenstander, maar we gaan het donderdag allemaal zien. Eerst nog de wedstrijd tegen Excelsior, zaterdag einde middag. Zijn jullie daar klaar voor? Zeker. Dat is, het is deze week natuurlijk over van alles en nog wat gegaan. Maar wij hebben ons natuurlijk ook gewoon voorbereid op de wedstrijd tegen Excelsior. We kijken altijd gewoon naar de eerste wedstrijd. Dat is de belangrijkste voor ons en dat is aanstaande zaterdag Excelsior. Ja, Excelsior heeft met 4-3 in de 100ste minuut uiteindelijk nog gewonnen van NEC in de Goffert. Wat voor een indruk heb je van Excelsior? Nou ja, als jij 4 doelpunten maakt uit bij NEC, dan betekent in ieder geval dat je het seizoen goed bent begonnen. En ik ken de ploeg goed, ik ken de coach goed, dus wij zijn voorbereid voor deze wedstrijd. Ja, nou, je hebt een paar mooie doelpunten bij ons. Zeker. Ja, niet te onderschatten. Nee, zeker niet. Nee, okay. We mogen nooit iemand onderschatten, doen we ook nooit. Nee. Zin in de volgende wedstrijd? Ja, ik, dat is voor mij altijd het leukste van de week. Je bent de hele week bezig om de jongens voor te bereiden op hetgeen wat eigenlijk het belangrijkste is. En dat is de wedstrijd, dus ik heb heel veel zin in die wedstrijd morgen.